In een tijd waarin je altijd en overal verbonden wilt zijn, is KPN bijna klaar met misschien wel de snelste en meest complete uitrol van het 4G-netwerk ter wereld. 5 tweakers testen het 4G-netwerk van KPN met tweakerswaardige uitdagingen. In deze aflevering is er ook 4G-bereik buiten de stad. We rollen als een deken de netwerken over Nederland uit. We starten in Amsterdam en dan gaan we in aaneengesloten beweging over heel Nederland. Om ervoor te zorgen dat er geen onderbrekingen zitten tussen 3G en tussen 4G. De uitrol is best wel complex. We hebben enorme voorbereiding om alles zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Dat start bij een goede voorbereiding. Dan zit er een heel besteltraject aan vast. Dan worden op een locatie in Nederland worden alle nieuwe kasten geassembleerd. Die kasten worden langdurig getest, van software voorzien. En vervolgens naar de locatie gebracht. En daar in een hele korte tijdspanne worden die dan verwisseld. We hebben hier op het Vrijthof hebben we hier uitstekende 4G-dekking. We komen aan een doorvoersnelheid nu van 23 megabit en de upload, daar zitten we ongeveer nu op 17, 18 megabit. En dat betekent dus dat het netwerk hier uitstekend werkt. Om deze cijfers te kunnen waarmaken plaatst KPN 100 4G-stations per week. In maart 2014 zullen er 4000 kasten en 11.000 4G-masten in gebruik zijn in alle uithoeken van Nederland. Tweaker Michael wil weten of dat klopt. Hallo. Michael van Tweakers. Erik. Nu heb ik begrepen dat 4G-netwerk in de stad heel erg goed werkt. Klopt. Ik heb een test verzonnen. Ik ben benieuwd. Werkt dat ook buiten de stad? Als het goed is wel. Zullen we het proberen? Lijkt mij heel spannend. Helemaal goed. Gaan we doen. Tijd voor de test. Een 4G-Skype-gesprek met een drone op een locatie buiten de stad. Zo, mooi dingetje. Klopt. Wat ik eigenlijk wil proberen is of er een Skype-verbinding te leggen valt met de drone en met mijn mobiele telefoon. Een beetje een goede verbinding? Of hapert het een beetje? Ja, het is heel stabiel. Ik heb nog geen missend beeld gezien. En ik zie onszelf. De test met de drone ging erg goed. Ik had eigenlijk verwacht dat het met horten en stoten zou gaan. En dat het vooral het verbinding leggen en het blijven van de verbinding moeilijker zou zijn. Deze test is geslaagd. 4G voor heel Nederland.